Deze podcast wordt aangeboden door Cine.nl. Dit moet je zien. Will you please listen up to what I have to say? Cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the vile and oily opposer each kind, but the kind that involves tens of thumbs you will find. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies. And we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Hallo pot people. Wow. Oh, ja, dat is van Invasion of the Body Snatchers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Duimpje Worstelen, de podcast waarin ik, Ruud Vos, elke keer met een andere gast bakkelei over een film waarover wij het niet eens zijn. En dit is alweer aflevering 40ZXX, aflevering code 46. En voor deze aflevering ben ik nog afgereisd naar Veenendaal en wel op 27 juli van dit jaar. Dus eigenlijk vrij vlak na die eerste lockdown. Maar hij komt nu dus pas uit in de tweede gedeeltelijke lockdown. En we gaan het typisch genoeg ook nog eens hebben over een titel die tijdens deze pandemie extra populair is geraakt, al was het maar omdat het een van de dingen was die we wel konden kijken en wel op Netflix. Namelijk Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. En wie die film sowieso wel do's and points zou geven, dat is Saïd El Hasnaoui, ook wel bekend als West Side. Hij is een stand-up comedian, hij MC't ook heel erg vaak en vooral op avonden die hij zelf organiseert met zijn bedrijf AOT Events, Always on Top. Maar hij heeft nog veel meer in zijn mars. Zo is hij bijvoorbeeld ook raadslid voor de lokale fractie Pro Veenendaal, in Veenendaal dus. En wat hij ook doet is hij maakt sinds kort zijn eigen podcast. Deed ik het maar niet. Met allerlei heerlijke, rampzalige verhalen uit de wereld van het daten. En waarover we het dadelijk zeker nog even gaan hebben, hij zit ook in een film, namelijk Project Geo, van regisseur Bas van Teylingen. Een film die ik eerlijk gezegd nog steeds niet heb gezien. Maar misschien ben ik ook niet helemaal de doelgroep. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, is echt typisch zo'n vehikel voor Will Ferrell. Hij speelt de IJslander Lars, die ervan droomt om het Eurovisie Songfestival te winnen. En misschien wel het liefste met Sigrid, zijn jeugdvriendin, en misschien wel zijn zus, gespeeld door Rachel McAdams. Als alle andere mogelijke IJslandse kandidaten per ongeluk worden opgeblazen tijdens een bootfeestje, moeten ze wel gestuurd worden naar Edinburgh om IJsland te vertegenwoordigen. Als de ambities van Lars ook nog een wig dreigen te drijven tussen zijn relatie met Sigrid, wordt dat vuurtje nog even lekker opgestrookt door de Russische concurrent Alexander Lemtov, een prachtrol van Dan Stevens. Kunnen ze hun krachten toch nog bundelen? Kan Lars het respect eindelijk winnen van zijn chagrijnige maar razend knappe vader, gespeeld door Pierce Brosnan? En gaat commentator Graham Norton ooit nog iets positiefs over deze twee zeggen? Je kunt je afvragen wat het uitmaakt, want uiteindelijk draait het allemaal vooral om de humor in deze film. En daar zullen we het ook zeker veel over gaan hebben, dus laten we snel overgaan naar het gesprek. Hier is Saïd El Hasnaoui over Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. 3, 2, 1, fire! Je zit zelf ook in een film? Ja! Ja. Ik heb hem niet gezien. Als ik vanochtend wat meer tijd had gehad, had ik hem misschien nog even aangezet, want er staat natuurlijk gewoon op Netflix. Ja, klopt. Hij staat op Project Geo. Ja, echt een verzekerd maar dat was, ja, daarom deed ik er ook aan mee. Ik wist dat deze film ook wel. Kijk, ik ben wel eens vaker gevraagd voor films, mm-hmm. Maar van die kleine rolletjes. Ja. En normaal zeg ik nee. Of tegen tv-dingetjes zeg ik ook altijd nee. Ja. Want tv ligt me gewoon niet lekker. Maar ja, acteren. Het was niet de eerste keer. Maar wel de eerste keer dat de bioscoop, volgens mij, dat ik wist dat het zo groot was, dat ik wist, ja. Ik ken de regisseur. Ja, precies, en Bas. Bas van Teylingen. Mm. En ik weet dat hij, doet het gewoon goed met die YouTubers. Dus ja, ik wist,
Oké, deze gaat in ieder geval de bioscoop in en we gaan het plaatje. Dus kan dat, kan niet van zeggen dat ik hoe klein mijn rol ook was. Ja. Hij heeft er ook niet super hoge potentie over. Zeg gewoon van, we maken gewoon wat we leuk vinden en ja, nee, ik, er komen mensen op af. Dus. Ik had wel vermoeden dat hij er wel. Tenminste, ik denk wel dat hij. Hij verwachtte denk ik wel hoor, die 100.000 mensen. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Of in ieder geval, want ze had natuurlijk met Dylan Hagens heel goed gescoord. Mm-hmm. En Gio, ik weet niet of die groot. Ik ken hem eerlijk gezegd niet. Ik ben namelijk niet zo thuis in de YouTubers. Ik ook niet. Maar het is ook een bepaalde doelgroep. Dus dat, ja. Ik weet normaal niet wie al die influencers of wie al die zo bekend is, hoeveel views en bla bla. Was ik helemaal niet thuis. Alleen Gio dus wel, nu wel ontmoet? Ja, we deden dezelfde. Weet niet hoeveel zit je één scène erin of meer? Nee, één scène, ja. Naam eigenlijk. Of dus dat hetzelfde scène. Maar ja, ik heb hem ontmoet, maar ik heb hem eigenlijk niet eens gesproken. Hij was erin als ikzelf. Ja, en ik zat daar ook gewoon in als mezelf bijna. Wat was je rol? Nee, mijn rol is hebberige klant. Was dat makkelijk? Ja, dat is niet moeilijk. Voor het gaan hebben over Eurovision Song Contest. Ja. The Story of Fire Saga. Om even de titel in zijn geheel te noemen. De mooiste film. Nee, ik was even benieuwd gewoon vooraf van. In hoeverre ben je überhaupt sowieso een beetje een fanboy van Will Ferrell? Oh, extreem. Ja? Ja, extreem een fanboy van Will Ferrell. Ik heb denk ik alles gezien van hem. Ja? Ja, ik, maar ook op YouTube. En ja. Alles wat er is van hem. Heel veel al die Funny or Die sketches. Ja, Funny or Die. Stukken heeft hij natuurlijk begonnen samen met die... Adam McKay. Adam McKay, ja. Maar op zich alles wat op Funny or Die is uiteindelijk ook gewoon op... staat op YouTube. En, ja, ja, precies. Maar ja, nee, ik weet niet hoe en wanneer, maar... Ik weet niet of ik verliefd ben geworden sinds Anchorman of nog eerder. Maar... Ja, Anchorman, dat is wel een van mijn favoriete films. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Maar dus het is ook wel mijn favoriete Will Ferrell film, als ik eentje moet kiezen. Ja, maar het is wel bijzonder zijn Anchorman. Was niet vanaf het begin, hij was ver voor zijn tijd, die film. Pas later was het een hit, omdat hij in Amerika op een gegeven moment de hele tijd op tv terugkwam. Ja, toen hij precies. Uitkwam, ineens, was het gewoon een flop. Nee, precies, in de bioscoop heeft hij heel weinig gedaan, ja. Ja, en pas toen hij later uitkwam, toen pas is het... of toen hij op tv heel vaak kwam. Ja, rond een bepaalde en mensen bleven maar kijken en zo. Ja. Het is zo eentje, ook op dvd kun je die heel makkelijk heel vaak terugkijken. En het is er ook eentje waarbij je dat gewoon wilt. Ja, dus zodoende. En toen... Talladega Nights en al die films van hem. En hij heeft ook één of twee serieuzere films. Bedoel je zoiets als Stranger Than Fiction? Ja, en daar vond ik heel goed in. Dat is een hele serieuze rol. Echt goede film die. En zeker. De enige die ik niet heb gezien, misschien heb ik die wel gezien, maar 11 heb ik volgens mij nooit gezien. Of in ieder geval niet helemaal. Oké, die heb ik afgelopen kerst met mijn jongere zusje gekeken. Ik dacht van, zij is helemaal natuurlijk kerstfilms nu. Ja. Tenminste was ze toen. En toen vroeg ik van, heb je die al gezien? Zij zei nee. Ik dacht van, nou, mooi. Dat is ontzettend goed om dan... Ik denk dat ik 11 alleen maar in gedeeltes heb gezien of fragmenten. Volgens mij heb ik 11... Ja, ik weet niet zo zeker. Ja, ik ken Will Ferrell oorspronkelijk van Night at the Roxbury. Ik zag die trailer ervan op een videoband die ik had gehuurd. En toen was ik wel benieuwd en zo. Toen kon ik hem niet vinden, omdat hij in Nederland niet... Misschien niet eens was uitgekomen toen. Ja, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik had hem toen nog niet kunnen kijken. En toen later, toen ik begon met het downloaden van films. Toen heb ik hem op kunnen sporen. Ja. Toen dacht ik van, nou, dan ben ik benieuwd. En dat... Night and Knoxville, dat is natuurlijk ook bekender geworden door Saturday Night Live sketches. Ja, ja, precies. De Butabi Brothers, die sketch, die hadden ze al ontwikkeld voordat ze bij Saturday Night Live kwamen. Maar daar is die natuurlijk al groot geworden. Die sketch, die is heel tof. Ja, zeker. Will Ferrell erin, dat karakter, gewoon echt als de grote, lompige, domme broer. Er zit een bepaalde geïnspireerde gekte in of zo, die heel lekker werkt. Hij kan op een hele toffe manier mensen spelen die eigenlijk best wel een borst voor een kop hebben of heel dom zijn. Ja. Maar daar toch iets geniaals aan toevoegen. Ja, ik weet niet, het is, voor mij is hij de nummer 1 comedy-acteur. Mm-hmm. Comedy-acteur, hij is zelf geen comedian, maar qua acteur. Ik lig altijd plat bij hem. De enige film die ik minder... Maar dat komt door dat die verwachtingen zo gigantisch waren.
Anchorman 2. Ja. Maar dus die vond ik iets minder. Maar ja, de verwachtingen waren zo enorm groot. Een van de weinige films de laatste jaar die ik uit heb gezet. Omdat ik dacht van, ik heb er nu geen zin in en ik moet het gewoon een andere keer een kans geven. Maar ja, nee, daar ben ik nooit meer naartoe teruggegaan. Nee, dat is het enige. Ik vond hem niet onprettig, maar het was wel, ja, de verwachting was zo extreem, ja. Zo extreem hoog. Ja. Ja, dat kon niet meer toppen. En wat ik ook lastig vond is dat 1 is zo goed omdat hij zo origineel aanvoelt. Het komt echt helemaal out of left field, helemaal origineel. En dan heb je dat vervolg waarin ze ook best wel veel hetzelfde proberen na te bootsen. Wat niet meer, de chemie is daar anders. Nee, maar dat is dus het moeilijke. Als je niet hetzelfde had gedaan, dan was het geen Anchorman. Ja. Als je wel hetzelfde doet, dan moet het zoveel beter zijn. Ja. Ja, en dat is bijna niet te doen. Als je een mini recensie zou geven van Eurovision Song Contest, wat zou het zijn? Eurovision, ik dacht, ja, een recensie. Oh, als ik gewoon een mini-recensie heb, wil je? Ja. Het is niet alleen de sterren, want hij heeft 5 sterren. Ja, ja, prima. 5 sterretjes. Ja, 10 uit 10 ook echt? 10 echt, 10. Ja, dus deze komt echt wel 10. Het punt is, ik had namelijk Anchorman 2 verwacht. Tenminste, niet qua stijl of zo, maar qua hoge verwachtingen en tegenvallen. Ja. En dat was dus niet gebeurd. Ik heb echt ik zat weer net te kijken. Ik lag weer gewoon helemaal dubbel. Ja. Ik hou van die. Ze hebben steeds van die woordspelingjes die ze dan onder elkaar doen. Zo. En je weet het. Je verwacht het. Je ziet het aankomen. En toch ga je helemaal stuk. Tenminste, ik ga helemaal dubbel. En natuurlijk. Wij kennen Eurovision. Ze heeft het ook echt zo neergezet als. Zoals de verwachting is, wat het is. En ik ben benieuwd hoe Amerikanen er naar kijken, die we niet kennen. Nee, ja, veel mensen daar, die hadden echt zoiets van, wat is dit voor een raar iets waar je een film over gaat maken? Wat heb je nu al bij elkaar verzonnen? Ja. En die titel, die is stom. Want, waarom ga je die film überhaupt zo gaan noemen? Ze hadden helemaal niet door dat iets bestaand is. Klopt, ze hadden dat niet door. Maar ik denk dat zij, het is jammer dat Eurovisie dan bijna niet door is gegaan dit jaar. Ja. Want die nu is het misschien wel beter. Ik weet niet of Amerika. Misschien gaan ze het ook in Amerika. Ja, eigenlijk zou die uitgebracht worden op dezelfde dag als dat Eurovision was. Oh ja? Ja, dat het echt met elkaar samenging. Alleen toen Eurovisie werd afgelast, toen hebben ze gezegd van nou dan. Wacht, stellen we deze ook uit. En de eerste reclames voor de film kwamen nu wel in dat slot van Eurovisie. En dan zeker bij de uitzending die ze nu wel hebben gehad. Ja, dus ze hebben ook gewoon live. Echt daar opgenomen tijdens een Eurovisie. Ja, 2019 in Tel Aviv. Ja, bizar. Ja, ik zat ook echt de film te kijken. Dacht van, hoe gaan ze nou dat podium namaken? Oh, het is gewoon die van vorig jaar. Ja, het is gewoon echt daar ook. Ja, alleen dan zogenaamd nu in Edinburgh geplaatst. Ja. Ook leuk voor de herkenning. Ja, want ik zag die straat allemaal. Ik dacht, hey, dat ken ik al. Dat is wel mooi. Nou, ze hebben echt wel herkenbaar Edinburgh op de film gelegd. Ja, heel erg. Gewoon echt gewoon. Je zag gewoon die binnenstad. Ik denk, hey, Cowgate, weet ik veel. Ik heb het allemaal gelopen. Ja. Dus dat was wel mooi in Edinburgh. Of ook in die kasteel. Ja. Met de oude achtervolging zie ik van die straten. Zie je terug. Ja, die film is goed. En ik vond het leuk dat die Amerikanen zo zat af te zeiken. Kom je, stupid Americans. You loud. Ja, dat was ook echt mooi. It's really don't come to Iceland. Yeah. We hate you. We hate Else you. Might kill you. De Els. Maar dat was ook wel. Ik moet dat in ieder geval ook zeker nageven. Deze film is heel erg citeerbaar. Ja, dat soort dingen zitten er. Ja, dat is dus typisch. Dat is een Anchorman dingetje. Ja, deze had ook gewoon heel mooie dingetjes. Zoals dat hij dan Pierce Brosnan, dan ook zijn vader. Ja. My sexy dad. extremely handsome. Extremely handsome vader. Al die kleine dingetjes. Ja. Dat zijn. Het is helemaal. Niemand praat zo. En dat is wat het juist zo. Maar dat hij doet het echt wel, van die dingen die iedereen op zich wel kan zien. Alleen hij melkt het op een bepaalde manier uit. Wat echt grappig wordt. En dat is de Will Ferrell dingetje. When I saw this movie for the first time. Ik heb die film. De film heb ik gezien. De dag dat hij op Netflix kwam. En toen, ik denk dat het vrijdag op zaterdagnacht was. Of zaterdag. Ja, vrijdag komt hij altijd om 12 uur. Dan kun je hem al spreken. Ik heb hem s'nachts gezien. In Utrecht. Samen met Hassan en zijn vriendin. Ja. En was bij hem thuis.
Ja, toen reed ik daarna naar huis in Veendaal. En toen heb ik echt op YouTube gaan zoeken naar die liedjes. En die liedjes op de terugweg staan luisteren. Ja, ja, snap ik. En dat is echt een ja-ja ding-dong. Ja, precies. Maar ja, die teksten als bijvoorbeeld dat liedje Volcano Man. Ja. En dat was iets van Volcano Man. En dan... Ik vind dat sowieso heel erg tof, omdat dat refrein gaat eigenlijk vrij lang door. Ja. De timing wordt een beetje raar of zo, maar daardoor blijft het ook weer op een bepaalde manier verrassen. Maar... Nee, het is... Maar het is ook weer best wel een goed getrouw songfestivalachtig nummer. Ja, nou, maar dat is het knap aan deze film. Al die liedjes, echt een songfestival nummers. Ja. En gewoon lekkere nummer. Ik vond echt geen slecht nummer tussen zitten. Maar ja, ja, ding dong snapte ik pas later. Want in de film... Ding Dong, dat bedoelt hij zijn geslacht niet mee. Dus, ja, op een gegeven moment zegt hij dat, noemt hij hem ook zo. Ding Dong. En toen ik echt de tekst van het liedje ging luisteren, ja. Oh, okay. Heel Fallisch liedje is dat daar. Ja. My love for you grows and explodes. Oh, dat soort. Come, my baby. Ja, ook... dat Double Trouble, dat liedje, daar zit, ook al, zit ook al een behoorlijk fallische verwijzing in. Van dat hij in bed ligt en dat hij omrolt en dan zijn glory vindt. Wat volgens mij gaat over zijn morning glory. Dat is een heel sneaky dingetje. Maar ja, dat ding nog, ik zat zo, oh wat een vrolijk nummer. En, ik luister nog niet naar de tekst. Ik had alleen maar ja, ja, ding dong. Ik zag wel, ik lees altijd IMDb trivia en dat soort dingen. En daar stond er eentje tussen en die was niet zozeer gebaseerd op, dit is echt zo, maar meer speculatief, van dit zou kunnen zijn. En zei van, ja, 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 Ding Dong zou ook een verwijzing kunnen zijn naar die songfestivalnummers zoals Dingen Dong uit Nederland. Oh, ja. En La La La, je hebt een paar van dat soort nummers gehad met zo'n refreintje wat nonsensicaal non-woorden heeft dat iedereen makkelijk kan meedoen. Ja, maar dat proef ik er minder. Nee, ik geloof wel dat het bedoeld is om, zeg maar, catchy te zijn. Ja. Gewoon... Maar ook een volksliedje. Maar niet dat het helemaal refereert, denk ik, naar al die oude liedjes. Want wat ze hebben in de film... Want je hoeft alleen maar te weten wat Ding Dong voor staat. En dat heeft hij... Dat gebruikte hij op een gegeven moment later. Toen zei hij... Toen stopte hij in sokken of zo. Hij zei, mijn Ding Dong was mijn bigger. Zo. Ja, precies. En toen had ik nog niet door. Pas nu later, toen ik Ding Dong echt ging luisteren. Ook al zit het op het einde van de film er ook weer opnieuw in. Maar... Ja, het zit een paar keer in. Ja. Dat vond ik ook zo mooi. Kreeg jij dat ding dan? Ik vind wel het ritueel eromheen. Met Olaf die echt eist die dat gaat spelen vooral. Vooral Olaf. Ja. Dat vind ik grappiger dan het liedje zelf. Oh, dat die gast het eiste, ja. Ja. Ja, lekker. Dat is heel mooi. Ik wil niks anders horen dan ja, ding dong. Ik vroeg me ook een beetje af dat het een beetje een soort van variant is op wat Radiohead heeft met Creep. Dat nummer vonden ze zelf niet leuk. Ze wilden het niet eens opnemen. Oh nee? Niet eens. Toen vond ze het niet leuk. De gitarist heeft geprobeerd om het nummer te ruïneren door... Zo heel hard zo op een gegeven moment door het nummer heen te doen. Okay. Dat werd juist de hoek waardoor het een grote hit werd. Oh, dat is iets wat mensen juist heel erg tof eraan vinden. En ze hebben jarenlang geweigerd om het te spelen op optredens en festivals en dat soort dingen. Pas sinds het laatste jaar of zo hebben ze een beetje vrede mee. Fans vinden, veel fans die naar ons toe komen willen dat toch graag horen. Dus daarom vinden we het prima om het nou te spelen. Ja, bizar. Ja, uiteindelijk moet je het zelf natuurlijk prettig bij voelen, wel alles wat je doet. Maar ja. Creep, ja. Het is een heel goed nummer. Maar ja, blijkbaar. Ja, zij voelen het niet zo, dus dan is dat een loop. Ja, dat heb je soms. Maar soms per ongelukke hits. Maar die, dan zit je daar vast. Ik geloof zeker dat als ze dat uitbrengen, dat echt een hit kan worden. Waar ik alleen niet, waar ik de hele tijd over zat te twijfelen in die film. Ik zag, wie zingt dat meisjesgedeelte? Ik zat de hele tijd, kan zij zo goed zingen, die actrice? Nee, maar dat is een Zweedse zangeres voor. Ja, een IJslandse zangeres. Alle Londeren of zo. Nee. Maar ze is IJsland zelf, van IJsland. Nou, ik dacht Zweeds. Nee, wat ze zingt op een gegeven moment ook gewoon IJslandisch. Ja, maar dat... Ja, goed, dat kan natuurlijk niet. Talen. Volgens mij is er ook gewoon... Piers Brosnan is Amerikaan, eigenlijk een Ier. Maar die praat ook wat IJslands aan het begin. Ja, dat klopt. Molly Sandén. Ja. Swedish singer. Wel Zweeds. Ik dacht dat ze dus wel IJslands was. Want ik zag op Netflix, in mijn hometown, er is een korte docu'tje van 4 minuutjes of zo, of haar. Mm-hmm.
Maar wat een stem. Dat is echt een goede zangeres. En ik zat al de hele film, kan die actrice zo goed zingen? Maar het is wel echt overtuigend gebracht. Ja, daarom. Dus ik zat echt de hele tijd, hè? Echt waar? Kijk, je weet natuurlijk dat wel studio opname is, dat in de film is geplaatst. Tuurlijk. Het is niet live natuurlijk, maar ik heb echt gewoon heel lang... Maar toen las ik in een interview, of ik zag een interview van haar, dat zijn volgens mij met een van die talkshow hosts te praten, late night of zo. En toen zei ze, ik heb het gewoon gezongen wel, zeg maar. Dus ik heb tijdens het opname, ging ik ook echt zingen, zodat het juist zo echt lijkt. Oh, dus dat zit wel tegelijkertijd. Ja, maar als je het gaat playbacken, dan zit je niet helemaal dat, erin. Nee, precies. Maar als je gewoon het geluid ook maakt, dan komt het ook. Dan zie je ook echt de expressie erbij hoort en dat soort dingen. En ze hebben ook wel een deel van haar opnames gebruikt. Ze hebben haar ook laten opnemen dat de stem een beetje mee is gemixt. Om toch net iets meer overtuigd te maken dat zij het heeft gedaan. En zeker ook sommige stukjes waarin je haar hoort zingen, dan is het wel Rachel McAdams zelf die zingt. Ja, bijvoorbeeld in de slaapkamer was zij toen dat stukje aan doen. Ja, klopt. En Will Ferrell heeft zijn eigen zang gedaan. Ja, Will Ferrell doet altijd zijn eigen zang. Hij zingt, hij is helemaal gek op om te zingen. Ja. Ik vind het niet super geweldige zanger, maar het is wel kracht. Nee, maar hij kan het verdienstelijk genoeg om iets als dit leuk te maken. Ja. Maar zijn zang is ook meer een komisch effect. Ja. En dat werkt goed. Een heel erg typische Will Ferrell bit had ook te maken met zijn vader. Dus wanneer dat die Olaf weigert te betalen en dus een troep is van je vader is teleurgesteld in jou. En dat hij dan tegen Sigrid zegt van het klopt, hij is teleurgesteld ermee. Ah, dat zal hem niet zeggen. Nee, hij zei dat. En hoe verder hij dat uitmelkt van nee, hij is misschien dronken geweest. Hij zei nog van nee, ik... Dit wilde ik ook gaan benoemen. Dat is typisch. Dat helemaal door. Yeah. En dit zie je aankomen als je Will Ferrell vindt. Dan weet je dit. Okay, dat soort dingen zitten erin. En dan nog steeds verrassend. Maar dat maakt nog steeds zo briljant. En dat is waarom Will Ferrell zo geniaal is als acteur. Ja. En wat vind je zo grappig aan Will Ferrell? Wat zo grappig is aan. Die man is gewoon. Ik vind hem echt heel origineel in zijn stijl. Dus sowieso. Iedereen vindt hem grappig. Er is nooit iemand geweest die met hem heeft gespeeld en die dan die dan gewoon normaal is gewoon, ik weet niet, zijn een hele, hij is altijd, als hij bij Conan is of bij die talks, is nooit gewoon altijd clowntje, zeg maar, of een clown, maar echt gewoon, ja, ik weet niet hoe ik iemand beschrijf die gewoon heel grappig is, maar ik vind hem gewoon heel erg grappig. Hij heeft een bepaalde persona of zo waar hij veel in kan, die misschien gewoon altijd is inmiddels. Ja, hij is het ook inderdaad. Ja. Het is echt een hij is heel goed in improviseren. Dus hij is ook echt gewoon, je kan alles op hem vuren. En hij doet er wel iets mee. Dus dat vind ik wel... Het zijn ook gewoon die woordjes en mimiekjes die hij heeft. Ik hou er heel erg van. Maar ik denk dat hij ook wel iemand is bij wie mensen best wel snel doorhadden van hij kan wel echt groot worden. Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet niet hoe dat... Want hij heeft auditie gedaan in Saturday Night Live. Ja, precies. Toen met Chris Kattan. Ja, en daar is hij dan... ik weet wel, want dat heeft hij vaak gezegd in interviews, wat hij heeft... hij speelde een katje na. Op zich vind ik iets tofs aan deze film, wat het deelt misschien ook wel met Anchorman, de ontstaansgeschiedenis. Dat is voortgekomen uit de fascinatie van Will Ferrell. Ja. Bij Anchorman was het dat eigenlijk het kleinere verhaal in de film, maar dat het wel juist weer wat zwaarte geeft van Christina Applegate. Ja. Die dus als vrouwelijke journalist die wereld binnenkomt niet voor serieus genomen. Hij had een verhaal gelezen over een journalist die dat in de jaren 70 had meegemaakt. Oh, en daar kan duidelijk wat mee doen. En dat is de baas geworden van de film. Dat wist ik helemaal. Ik wist niet... Je ziet dan in deel 2, dan willen ze zoiets als dat repliceren. En dan halen ze de ontwikkeling van CNN erbij. Ook een belangrijke ontwikkeling. Ja. Alleen dan werkt het wat minder, omdat dat er dan ineens bij wordt gehaald. En niet vanuit daar wordt geschreven. Dit Eurovisie, ja, dat weet je. Hij heeft natuurlijk een Zweedse vrouw. En hij is in de zomer normaal in Zweden. Dus hij is eigenlijk ook gewoon een Europeaan. Of echt een Zweed ondertussen. Dus hij kent de Europese tradities. Als sinds 2009 of zo kijkt hij het. Ja. Of misschien al, in ieder geval sindsdien kijkt hij in ieder geval actief. Want hij wil natuurlijk altijd al... het lijkt mij ook wel fascinerend. Ik
Ik vind het niks aan. Ik kijk geen Eurovisie Songfestival. Helemaal nooit? Nee, ik ben nooit. Nooit gedaan? Jawel, wel gedaan, maar als ik het kijk... ik deed een paar jaar terug en dan wilde ik over iedere zanger gaan twitteren of zo. Dat is wat een heleboel mensen deden. Ja, precies. Maar ik vind niet... Ik ga er niet thuis op blijven, laat ik dat zo zeggen. Nee, precies. Maar ik weet wel inderdaad hoe het er aan toe gaat. Dus in die film en al die gekke liedjes en die... Ja, en de sfeer en dat soort dingen. Ja, dus dat weten we wel. En Graham Norton. Dat is natuurlijk wel... In Nederland hebben wij dan ons eigen... Maar eigenlijk, als ik kijk, kijk ik ook met Graham Norton. Kijk liever BBC of waar het in ieder geval bij Graham Norton te zien. Ja, wij zetten de laatste jaren ook best wel vaak Belgisch commentaar op. Is ook leuker dan de Nederlandse. Ja, Graham Norton die maakt gewoon leuke grapjes. Ja. En maar blijkbaar, je ziet ook dat in die film dat ze Graham Norton ook als voorbeeld hebben gebruikt. Want het zijn gewoon heel veel, vanuit heel veel landen worden gewoon zeppen mensen over naar Graham Norton. Ja, dat is ook een ding wat hoort bij de... Bij de televisie, blijkbaar. Hij kent zijn vrouw wel van acteerlessen in de VS. Maar zij werkt nu vooral als veilingmeester. Oh ja? Ja. Oh, okay. Maar ze zit sindsdien ook af en toe nog wel hier en daar in films en series. En meestal als veilingmeester. Oh ja? Dat is iets wat ik ook maar ben achterkomen. Door even te benieuwd van, oké, wat staat er dan op haar IMDb-pagina? Oh, auctioneer. Oh. Waaronder in Money Talks. En dat is de eerste filmrol die ze heeft gehad. Oh, dat is eigenlijk al in de jaren 90 of zo. Dat is al best lang op die manier bezig. Maar ze kennen elkaar al sindsdien. En Will Ferrell heeft ook een tijdje in de veiling gewerkt. Terwijl ze zijn acteercarrière nog aan het aantrekken was. Oh, grappig. Show me the money. Nou, misschien is het ook goed als ik eventjes begin over waarom dat... Ik heb wel wat meer kritiek heb op deze film. Ja, snap ik niet. Ik moet ook zeggen, het is in ieder geval wel Will Ferrell weer op in ieder geval goede sterkte. Ja, ik vind het topsterkte is. Ik vind hem nog leuker als hij nog droger is, zoals in Anchorman. Maar waar Anchorman eigenlijk nog, misschien nog wel veel meer los zand is, maar wel goed in elkaar overvloeit. En een bepaald ritme er daardoor in komt. Zie ik in Eurovision Song Contest dat ze misschien toch net iets te hard hebben geprobeerd om er een verhaal van te maken. Ja. En niet op een manier dat ik denk van... het is vaak verhaal om het verhaal. Ja. En niet verhaal omdat het op dat moment precies het grappigste is. Nee, ik denk dat dit was ook echt een verhaal. Omdat hij ook gewoon Amerika wilde laten zien. Het Eurovisie Songfestival wilde laten zien. Ja. En dat had hij heel goed kunnen doen ook in een wat andere vorm. Ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk altijd... je kan op honderden vormen iets proberen te laten zien. Maar uiteindelijk moet je daar een beslissing in maken. En dan is dat is ook zeker waar. Ja. Hij heeft het zelf geschreven samen met een andere schrijver van Saturday Night Live. Andrew Steele. Die heeft trouwens ook een andere film geschreven waar Will Ferrell in zat. Casa de mi padre. Oh, die Spaanse. Leuk. Die heb ik ook gezien. Die hebben ze nooit gezien. Ja, leuk. Het is volgens mij echt een low-budget film. Want je ziet echt zo op een gegeven moment dat ze zijn in de woestijn of zo. Maar het is duidelijk greenscreen. Maar heel slecht ook, zeg maar. Oké. Maar Casa de mi padre. Ja, hij wilde blijkbaar een film waar hij Spaans ging praten. Oké. Dat is lang geleden. Het was niet zo'n geweldig film. Maar ik denk maar genoeg mee vermaakt. Ik denk dat hij gewoon Spaans wilde spreken in een film. Ja. Ik weet niet of dat er meer is gebaseerd op telenovelas. Dat is heel erg. Oké. Dat is ook iemand, dus ook een schrijver die eigenlijk wat meer heeft gefloreerd bij sketches. Bij dat soort dingen. En dan gaan ze hier toch een lang verhaal erin maken. Met een bepaalde opbouw. En sommige dingen ervan weken wat beter dan andere. Ja. Maar als het allemaal beknopter was geweest en met wat minder figuren, denk ik wel dat strakker had kunnen zijn of zo. Ik ben het zelf niet zo... Ik zou niet weten hoe ze strakker of beter... Ik heb er wel wat ideeën over, maar daar kom ik straks op terug. Ik ben een hele makkelijke filmkijker. Dus ik ben niet zo... als ik een film zie, dan vind ik hem leuk of niet leuk. Yeah. Vaak twee meningen. En meestal vergeet ik na afloop zelfs alles. Voor mij is het bioscoop super relaxgevend, zeg maar. Ik ga... Zo vaak als dat ik kan, ga ik naar de bioscoop. En meestal besluit ik dat echt vrij last minute. Want ik echt gewoon, dan zit ik hier thuis. En de bioscoop is in Edes. 10 minuten rijden ongeveer. Ja. Zonder verkeer. Mm-hmm. Dus dan kijk ik zo van, oh, er begint eentje over een half uurtje. Nou, die red ik. Soms ook als die 20 minuten of een kwartier later is, ga ik er ook in. Red ik hem ook nog wel. Ja.
En dan ga ik gewoon zitten. En dan is mijn hoofd even blanco. Is er dan laat je lekker even over je heen wassen. Ja, dat is mijn... ik consumeer gewoon. Ik zit daar en ik consumeer. Ja. En meestal weet ik echt niet eens waar die film over ging. Dat ik helemaal weer vergeten. Maar ik weet wel dat ik hem leuk vond of niet leuk vond. Mm-hmm. En als het echt niet trekt, dan loop ik weg. En dan ga ik weg. En de laatste keer dat ik weg ben gelopen was Star Wars. Maar de laatste Star Wars. Maar ik vind Star Wars sowieso helemaal niks aan. Dus dat, nee, ja, oké. Okay. Maar dat is goed. Dat, maar verder, ja, ik consumeer. Dus ik ben nooit zo helemaal in de techniek. En heel uitzonderlijk. Dingen die mij bijvoorbeeld wel opvallen zijn altijd auto's. Die Amerikanen zijn gek op piepende banden onder de scènes. Terwijl ik denk, ja, dat kan niet. Hij rijdt op zand. Ja. Dat is zo'n ding. Leuk dat er nog wat toegevoegd, maar het ziet er, als je het weet dan... Ja, ze staan nergens op. Of bij die Fast and Furious, waar auto's 28 versnellingen hebben. Ja, dus dat is allemaal zo kansloos. Specifiek auto's. Ja. Zo. Ook geen andere voertuigen, gewoon specifiek auto's heb je erbij. Ja, gewoon alle auto's. Dus ja. Gewoon allemaal met 30 versnellingen ondertussen. Zo. Je ziet, blijf maar schakelen. Nee, maar dat je er wel gevoelig voor bent, dat zit echt alleen maar met auto's. Maar niet ja, blijkbaar. Auto's vallen mij heel erg op. Ja. Maar heb je iets met auto's? Ja, niet per se. Nee, dit viel mij gewoon op. Ik dacht echt zo... ik val me altijd op. Maar wat is het dan? Is dat gewoon iets wat je ooit is gaan opvallen en waar je dan ook, als je ziet dat het niet goed gaat, dat je dan meteen weer opricht en dat het dan wel gaat opvallen? Nee, ja, het is gewoon het enige film dat ik echt heb uitgezet omdat ik er niet met, omdat die al in het begin al zo snel fout. Het is een nieuwe film voor Ryan Reynolds. Underground 6. Ja. Op was, Netflix. Ik ben daar niet doorheen gekomen. Oké. Want, ik kan er niet aan beginnen waarschijnlijk. Nee, maar. In het begin ging het al fout. Een groene auto, dat was helemaal beschadigd. En knip en een ander zei, niks aan de hand. En toen zei ze, of je koppelen, of zei die was er nog. En dacht ik, ja, oké, klaar. Het is een film van Michael Bay, die ook de Transformers films heeft gemaakt. Ja, dus, bijvoorbeeld The Rock en Armageddon. Ja, ik verwacht nog iets ervan. Maar die film, ik heb niet... ik vind die acteur super grappig ook. Ja. Maar ik ben er niet doorheen gekomen. Maar alleen daardoor of ook... Door die auto ben ik wel afgekomen. Dat is toevallig bij die film. Andere films heb ik daar niet zozeer... Maar je ziet ook in series. Maar ja. Maar je voelt wel of dat iets beter is of minder goed voor een deel. Nou, ik zie wel van... Het is echt Amerikaans. Die willen altijd anders... Kijk, waar ik er meer mee zit is... Dus voordat die film uitkomt... zijn er zoveel mensen die... is er niemand die dit opvalt. Ja, ja, nee, precies. Je kan niet... Hij rijdt net van een parkeervak af. Dan gaat hij niet... Er zit geen piepende banden geluid onder dan. Ja. En ik weet niet waarom dat altijd moet. Waarom die Amerikanen ook, zo gek op zijn. Maar ook gewoon bij comedies zoals dit. Je voelt wel een beetje van... Oké, in dit geval denk ik gewoon... Ja, ik denk dat bij Eurovision Song Contest jouw criterium heel makkelijk is. Ja, als dit, dit als ik er veel bij lach... Ik wil lachen. Ik wil het wel... Wat ik wel had is... Ik wil wel die Eurovisie Songfestival gevoel hebben. Ja. Dat heeft de film mij wel gegeven. Meer dan dat je het kapot gemaakt wilt zien worden. Ja, ja. Want ik hoef niet inderdaad kapot gezien te maken. Maar het is juist dit. Als ik ergens mensen over heb horen klagen, is het er niet genoeg kapot wordt gemaakt. Oh, dus nee, voor mij is dat geen... ik vond het juist heel tof. Nee, want het is al zichtbaar namelijk dat het... wat moet je... Het Songfestival wordt gekeken en begint door 200 miljoen mensen of zo. Ja. En dus er zijn gewoon heel veel liefhebbers ervan. Precies. En daartussenin zitten mensen die misschien niet... gigafans zijn, maar die wel daar zo naar kunnen kijken van het is gewoon, weet je, kunnen lachen om maar het is ook een beetje gestoord en het is heel erg campy en er zijn heel veel dingen aan die heel raar zijn, maar dat is ook juist de charme ervan. Juist, en dat is wat de film doet, de film omarmt vind ik, die omarmt juist die hele charmes en gewoon eigenlijk de charmes niet voor als je ervan houdt, maar voor mij was het gewoon super, ook al kijk ik weet niet eens wanneer ik voor het laatst Songfestival gezien. Maar voor mij is dat Songfestival. Gewoon met die maskers, kostuums, Als ik daar één kritiek dingetje op heb in de film, maar dat is echt een vrij kleine, is het dat de film, als het iets niet doet, is het de fans laten zien van het Songfestival. De enige fan die je ziet is eigenlijk Will Ferrell. Ja, en die zegt alleen één keer iets over als hij op het podium staat bij het Songfestival. Van dit is eigenlijk het belangrijkste ding voor mij. Ja. Maar je hebt al wat paar van die shots van het publiek, maar die zijn dan toch vaak donker. Ja. Ik vind
dat is misschien een stijldingetje. Maar ik had het misschien tof gevonden als van die shots van het Songfestival zelf vaker waren gedaan met de camera's van het Songfestival zelf. Nee, ja, er is wel toch iets meer die sfeer echt dat ook nog mee krijgt. Er is die shot dat hij ook op een echte Songfestival podium natuurlijk was. Ja, daar zijn al een paar keer echt die kranen gebruikt van het Songfestival. Ja. En dat ademt die sfeer 100% uit. Ja, maar op zich had ik... Nee, op zich zat ik niet in die hoek te denken. Het is niet het allergrootste gemis. Ja. Maar ik denk dat het nog net iets... Nou, net iets specialer had kunnen maken of zo. Voor een Songfestival publiek. Of voor een Songfestival publiek vooral. Oh zo. Ik ben dus dat publiek. Ik ben dus diegene die... Ik kijk het bijna elk jaar wel. Maar in ieder geval één van de drie uitzendingen. Awesome. En soms ook een beetje ironisch, want ik ben een van de oudere uitwassen van de hipstercultuur. Oh, ja. Nee, ik ben dus die genieter die leedvermaak. Dat is het. Dus ik hoef de fans niet zozeer te zien, maar gewoon echt zo het hele... Dat ze die even een momentje krijgen in de film, dat had me nog wel wat tof gelijken. Nee, daar heb ik nooit bij stilstaan. En nu het grootste moment dat ze hebben, is dat ze toch gaan klappen voor wanneer het fout gaat bij die halve finale. En dat is een leuk moment. Die ratgedeelte is geïnspireerd aan de hand van een set. Heeft iemand echt gedaan? Ja. Dan zei hij ook, dat is een inspiratie. Ja. Echt gebeurd. Ja, best veel dingen zijn gelift uit echte Songfestival dingen. Ja. Daarom vond ik het zo mooi. Op een gegeven moment viel wel dat al die ex-winnaars of deelnemers die daar... Ja, de Songalong is een heel leuke scène. Dat vond ik heel mooie scène. Ja, en Salvador Sobral die daar als... Sobral die daar als een... Sobral? Sobral. De Portugees die een paar jaar geleden heeft gewonnen dat hij daar aan piano speelde. Oh, die piano daar buiten. Ik wist niet dat... ik wist wel... Hij zal wel ik ken al die winnaars niet. Ja, hij speelt daar zijn winnende nummer. Oh, zo. Dus ik had wel een vermoeden dat hij wel iets met zo'n festival had gedaan, maar ik had niet... grote afwezig is Duncan Lawrence. Ja. Die in dat jaar waar dat werd opgenomen, won. Oh, ook nog. Hij had gewonnen. Maar ja, het werd opgenomen. Ja. Ja, maar andere deelnemers zitten er wel in. Want er was een Franse jongen, die was in het begin, volgens mij startte hij het. Mm-hmm. Kan wel, weet ik niet. Maar ik weet niet of hij heeft gewonnen of niet. Nee, volgens mij, er zat wel een Franse winnaar in, maar ik weet niet precies welke. Het was een jonge jongen. Ja, en... maar ik denk dat er ook gewoon... Dat er niet Duncan Lawrence die zei van, het paste niet in mijn tijdschema. Oh, dus toen hij had gewonnen, toen had hij het gewoon te druk om te doen. En wie er wel in zit... Je hebt toen Duncan Lawrence werd onthuld als de winnaar. Huh? Toen had je zo'n shot, zo'n twee shots van hem en van degene die nummer 2 stonden. En dat was Zweden. En die zit wel. Die jongen die dus zeg maar bij wie dat gezicht ziet, gaat van spannen naar dit. Wat echt zo'n groot leedvermaak ding is geworden in de Nederlandse internetcultuur. Die van, wat een sneu gezicht. Die zit er wel in. Hij opent de song along. Ah, ook nog. Droevige zweet. Hij heeft zijn momentje toch gekregen. Het groot moment. Netflix. Een wereldwijd moment. Duncan heeft gewoon... wel wereldwijd, maar net niet... net iets minder. Denk ik. Ja, hij heeft Europa. Maar. En Australië. En Australië. Dat was een bevel. De aangriff Steiner was een bevel. Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehlen zu widersetzen? So weit ist es also gekommen. Ich denke, dass der Film doch besser ein Success ist gewesen. Und auch die Timing ist auch gut. Jeder sitzt nun thuis, die Bioskope sind dicht. Nee, er wurde nicht super dendrot ontvangen, aber over het algemeen vrij goed. Ja. Er zijn ook wel mensen die het echt een heel ongrappige film vinden. Ja, dat heb je altijd. Dat ga je nooit... Comedy smaak. En dan kan je niet over... Je kan er niet over in discussie. Als jij iets leuk vindt en de ander niet, dan heb je allebei gelijk. Ja. Dus dat is nou eenmaal wat het is. Ja. Maar wat ik zei over verhaal, dat wat mij betreft wat te veel verhaal in is zit. Ik heb ook het idee dat zulke dingen bij mij beter werken als de comedy het verhaal is en het verhaal de comedy. En hier voel ik dat een beetje scheiding is tussen die twee. Sommige dingen in het verhaal worden daar worden grappen ingeschreven en daardoor wordt het leuker. Ja. Maar het is niet dat ik denk van de comedy en het verhaal zijn echt helemaal één ding in elkaar. En dat is bijvoorbeeld iets wat Anchorman wel heel erg heeft. Omdat de focus op die vier
verschrikkelijke kerels, hoe zij met die vrouw omgaan. Maar dat op een grappige manier. En hoe zij zichzelf overschatten en zichzelf belangrijk vinden. En ervan uitgaan dat het toch maar een mannenwereldje zo. Dat wordt des te wordt leuker. En groter. Ja, precies. Omdat de uitvergroting is van die premisse die al heel sterk is. Ja. Ja, ik heb dat anders ervaren. Ik, zoals ik al zei, ik kijk vrij nuchter naar. Ik zit echt helemaal niet technisch in. En, ik kijk gewoon, ik moet lachen. Ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. En ik heb echt, maar van deze film heb ik echt genoten gewoon. Ik zou het ook misschien vergelijken met de comedy sketch. Van in ieder geval met de comedy bits van jou. Want je hebt ook vaak dat je een lang verhaal vertelt. Ja, en dan best wel een sterke puntje aan het einde. Ja. En misschien zou je die puntje ook kunnen maken in een grap. Ik kan ook de helft eraf halen. Precies, dan, maar ik denk juist omdat je iedereen wel meeneemt het verhaal naartoe. Dat die puntje ook harder aankomt. En dat ze wel daardoor één zijn met elkaar. Ja, nee, ja. Ik, en dat heb ik dan weer op een technisch niveau wat minder bij Eurovision. Ja, nee, ja. Mijn comedy stijl is dat ik gewoon heel... Hij staat bekend als ruiskoning. Ja. En, maar dat was niet altijd. Daar heb ik zo... Mm-hmm. Daar heb ik juist naartoe gewerkt om dit te worden. Omdat ik gewoon... normaal, als ik gewoon de vrienden ben... Of stel ik al, als ik een verhaal ga vertellen. Het is nooit goed. En het duurt veel te lang om... want mijn vrienden zeggen altijd, als ik iets ga zeggen, dan is dat om een kort verhaal lang te maken. En dat is zo. En het is ook gewoon niet goed. Maar op het podium wilde ik juist, ik wilde gewoon zijn wie ik ben. En ook op het podium. Dus ik heb op het podium juist een stijl zitten ontwikkelen. Ja, het is ook gewoon per toeval ontstaan. Of tenminste... Je merkt dat mensen ook op inhaken. Ja, ik wilde gewoon verhalen. En wat je zelf het leukste wil. Juist. Het voelt voor mij prettiger. Ik wilde gewoon verhalen vertellen. En dingen vertellen die ik heb meegemaakt en dan gewoon aandikken. En wat wel belangrijk is, normaal is het zo, als je heel veel ruis hebt en je bent iedereen kwijt, dan is dat is niet zo prettig. Nee, precies. Dan voel je wel. Ja. Maar ik zorg ervoor dat tussendoor ook nog wel gelachen wordt, zodat ik iedereen's aandacht constant heb. En dan werk je naar een punchline toe. Maar terwijl, ik kan ook gewoon een heleboel eruit halen en alleen maar gewoon setup, als een bit setup punch. Maar dan vind ik heb daar geen plezier meer in. Nee. Ik haal daar geen plezier uit. En zolang het gewoon werkt, werkt het. Ja, dus in Nederland zijn we gewend dat we bepaalde standaarden, je moet zo. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin, want comedy kun je beoefenen op je eigen manier. Ja. We hebben hier gewoon te weinig verschillende stijlen. Hmm. Terwijl als je vergelijkt in Engeland, je hebt het ook vaak genoeg een editor. Ja, precies. Sowieso is het daar veel makkelijker om al verschillende stijlen naar een podium te krijgen. Want ik doe toch gewoon wat ik zelf wil. Niet uit een andere waar die vinden dat... vind ik iedereen. Iedereen moet gewoon doen waar je prettig in voelt. Mm-hmm. En als dat prettig is en het werkt, dan is dat prima. Goede adviezen zijn goed, maar je moet... Het doen zoals je het wil. Je moet doen zoals je zelf wil. Ik heb vanaf het begin nooit echt adviezen geluisterd. Dus omdat ik gewoon wel weet... Ik weet namelijk wat mijn... Ik ken mijn... Het pad die ik voor mezelf heb uitgestippeld. Hoe ik die moet bewandelen. Ja. En dat gaat dan... Weet je... Wat je net zelf zegt ook over ruis, dat doet me ook denken aan de manier waarop bijvoorbeeld Douglas Adams af en toe dingen heeft gedaan met verhalen schrijven. Of Mel Brooks als hij films maakt. Mm. Namelijk als hij iets tegenkomt op zijn pad wat lijkt op een groot obstakel. Zoiets van, shit, ik heb hier iets waarvan ik niet weet hoe ik er even mee om moet gaan. Of een bepaalde zwakte ding of zo. Dat omzetten naar juist een sterkte ding. Ja. Dat te zien wat daar de potentieel ervan is. Ook Anton Corbijn, de fotograaf, maakt ontzettend korrelige foto's. En die zijn tegen hem van, gadverdamme, maak ze niet zo korrelig. En hij is alleen maar korreliger gaan maken. En op een gegeven moment noemt iedereen het zijn stijl. Ja. Omdat hij daar zo goed in is, hoe hij op die manier een mooi beeld kan maken. Ja, je hoeft van je zwakte een sterkte maken. Alleen, al was het geen zwakte, maar ik zag gewoon iets anders. Een andere, in het begin zien andere mensen dan stijl. Ja, in het begin dacht iedereen... maar er komt dat gewoon een hele rare angst. Ik heb niet de angst op het podium en ook niet de zenuwen vooraf. Dus ik ga gewoon heel nonchalant het podium op. En ik wil gewoon plezier hebben, dat zit. Ook heel leuk was toen de meisjes dat deden over de elfs. Ze gingen naar de elfen om te vragen, laat ons alsjeblieft doorgaan. En toen gingen ze nog meedoen aan de IJslandse editie. Ja, precies. En toen ontplofte zo die hele dingetje. En toen zei ze, holy shit, de elfs.
Elves went too far. It went too far. Ja, zo'n goede detail. Dat soort dingen vind ik ook echt heel tof gedaan. Ja. Iets wat ik, daar heb ik alweer een bepaald kritiek dingetje mee. Namelijk, ik weet niet helemaal waarom dat Will Ferrell's personage uiteindelijk naar de elfen gaat. Behalve dat het op dat moment goed past. Dat geeft een leuke scène. Ja, dat is gewoon omdat ik denk, ja, het was gewoon ook liefde naar haar toe, toch? Dat is ook gewoon. Misschien werkt het wel. Ja, op zijn best is het. Dat het is een soort van. Dat zijn vader zegt van je moet voor haar vechten. Ja. En dat hij dan naar de kust toe zwemt en zo. En dat hij dan denkt, nou, kan dit ook nog wel? Oké, dat zwemmen en zo. Ja, zwemmen, daar had ik ook zoiets bij van dat het voor mij niet per se hoeft. Maar. Dat zeg ik straks wel. Mijn punt daar is eigenlijk gewoon van hij had eigenlijk helemaal niet terug hoeven gaan naar IJsland daar van mij. Nou, zo gelijk doorzwemmen naar. Nou, nee, ik bedoel meer. Hij had überhaupt niet terug naar IJsland hoeven gaan voor mij om zijn vader daar te ontmoeten en die bankdirecteur daar te ontmoeten. Voor mij hadden zij naar IJsland kunnen gaan. Maar hoe, dat, daar heb ik een optie voor, die geef ik straks wel. Dan kun je daarna zeggen: nee dat is stom. Eurovision Song Contest is perfect zoals het is. En dan hebben we daarmee. De dingen die het meest organisch voelen zijn vaak de dingen die juist heel erg uit left field komen in deze film. Heel erg dat je gewoon net niet verwacht op een bepaalde manier. Ja. Dus als hij gefrustreerd die halve finale naar buiten loopt en een Dixie omduwt. Ja. Dan allereerst zit er iemand in. Nou ja, dat kun je misschien wel zien aanvoelen of zo. Maar terwijl hij wegrent, roept hij nog terug: I'm not sorry. Ja. Dat is wat voor mij dat het leukste maakt. Ja. Ze zijn nu heel boos, maar ze is een hele vriendelijke gast. Ja. Maar ook dat ze bij die repetitie, volgens mij voor de halve finale, ja. Dat zij dat liedje niet wilde doen. Ja. Dat ze boos was, omdat hij met die ander slaapte. En zei: nou, dan gaan we toch seks zien. Ik ga met iedereen seks zien. Weet jij, ik kan je naam niet zien. En dan zei dan: Theo, ik ga seks. Is iets wat heel gemakkelijk is, wat net te lang duurt eigenlijk. Zou het lang zou moeten duren, maar nee, juist omdat het zo lang duurt, wordt het juist weer extra. Dat is dus de. Alan was dat niet eens heel specifiek, maar dat is de comedy bit, of de techniek is zeg maar dat je, als je blijft melken, dat gewoon, oké, het is grappig. Dan gaat het te lang door, dan is het niet meer grappig. En dan ga je verder, en dan totdat het wel weer grappig wordt. Yeah. En dan heeft Kristen Schaal heeft daar een heel leuke. Kristen Schaal is a horse, okay. Ken je die? Die heb ik gezien. Kristen Schaal is a horse. Ja, die heb ik gezien. Dat is daar inderdaad zit een stuk in, nu iets zegt. Ik weet niet precies wat het nou leuk. Was het een liedje of zo? Nee, Kristen Schaal is. Nee, dus, ja, het is een liedje die ging zingen samen met nog iemand. Yeah. Kristen Schaal is a horse. En dan ging hij zo Kristen Schaal. En dan ging zij dansen zo erop. Yeah. En dat duurde zo lang, waardoor het eerst zo grappig, ja. Grappig, oké, we snappen hem, en nu werd hij zo grappig. En zo gaat hij, heel leuk bitch is dat. Maar je moet maar durven, zeker als je. Ja, maar dat is, het is heel eng, het is heel moeilijk. Want vooral omdat je, oké, haha, daar gaat het voor, en dan is hij weg. Ja. En daar moet je volhouden. Ja. En op een gegeven moment, het is ook een moeilijk timen. Wanneer is het nu echt te ver? Wanneer ga je. Ja. Ik heb het wel een keer geprobeerd, maar het is niet mijn. Ik heb niet echt. Ik wilde gewoon zo ver mogelijk gaan. Door gewoon constant te benoemen. Gewoon dingen die iedereen. Bijvoorbeeld, ik was volgens mij in Twente of zo waar ik op zat. En toen was het iets met. Nou, ik ging iemand ophalen en die woont in een flat. En ik zei: weten jullie wat een flat is? En dan ging ik zo flink gebouwen. Nou goed, dus ik stap in de lip. Weten jullie wat een lip? Echt zo, dat is gewoon niet leuk. Anders voor mij was dat niet fijn. Het was leuk bij de flat. Toen ik zei: weet je wat flat is? Hij zei: haha. Ja. Dan zei ik: nou, dus ik stap in de lift. Lift? En zo, ja. En dan, dat is ook een beetje draak, zeker met de techniek van stand-up comedy. En dan moeten mensen ook een beetje mee aan boord zijn. Ja, nee, op zich. Het is niet dat het niet werkt. Ik stopte gewoon wel op tijd. Misschien als je dat ermee bedoelt. Het was niet mijn. Het was per ongeluk. Hè. Het ging per ongeluk, ontstond het zo. Ja. Dat dacht ik ook, ik moet echt nu gewoon verder gaan. Het was een hele leuke avond, weet ik nog wel. Om Shanti Om. Wat vond je van Demi Lovato in de film? Ja, heel kort. Ja, ze had natuurlijk heel kort een rol. Katjana. Maar goed, ja. Nu, ik had er niet. Niet herkend als Demi Lovato? Nee, wel herkend. Haar stem is heel, vind ik heel herkenbaar. Ik vind een mooie vrouw, goed kan zingen, een mooie stem. Mm-hmm. Maar verder,
Zal wel. Leuk dat ze opgeblazen werd. Ja, met zo'n goede stem nodig, denk ik. Overtuigend als eigenlijk de act die Aslan had willen opsturen. Ja. Ja. Maar de terug... Dat die scène was ook mooi. Maar ook dat ze terugkomt als geest. Ja. Nee, die scène, wat heel mooi was, dat toen iedereen opgeblazen was en dat ze... kantoor, dus zijn maar de enige nog over. Dat iedereen zich ging afkraken. Ja, gaat toch niet die gekken sturen? En dan die camera's. Zij staan. Oh ja, klassieke pullback en reveal. Ja. En? Ja, dat is wel mooi. Ja. Die was ook heel goed. Ja, dus er zaten heel veel leuke bitches, maar het komt allemaal later. Ja, die met die camera, dat zo opzij gaat, is een manier die heel vaak wordt gebruikt in comedies. Maar als het goed wordt uitgevoerd, ja, en dat wordt die ook van, gedaan, ja. Dan lukt het. Vooral die ene vrouw die... Dus freaks, gewoon. Ja. En zij stond naast en exact naast. Ja. Dat was helemaal mooi. Ja, dat is, die details in die film vond ik echt wel goed. Echt wel goed doordacht. Ik zat er niet in. Ik ja, wel fanboy van Will Ferrell, dus ik moet altijd lachen om zijn dingetjes. Maar je verwachting lag toch echt een stuk lager van tevoren. Maar ik had wel iets... Ik was gewoon bang dat de verwachtingen te hoog zouden zijn. Mm-hmm. En dat ik niet kon waarmaken. Maar dat was niet. Nee, ik heb echt gewoon ontzettend genoten. Ik zat nu vandaag voor de tweede keer te kijken. En ja. Ik weer maar de eerste keer hielp het wel dat je met Hassan en zijn vriendin was? Nee, niet zozeer dat het helpt. Want ik moest toch steeds het hardste lachen. Eigenlijk heb ik misschien nu harder gelachen dan toen. Want het was ook wel moe. Want volgens mij was het een weekend. En we gaan drinken. Het was al 1-2 uur 's nachts of zo. Toen we gingen kijken. Dus ik was nu harder aan het lachen. Vooral omdat ik nu zit ik weer te kijken op details die ik heb gemist en zo. Dus ik daarop te letten. En zit er genoeg details in waar je veel leuks uit kunt halen? Ja, nu, omdat we nu vers over praten, mm-hmm. denk ik me in één keer al die dingen. Dus, er waren wel dingen waarschijnlijk die ik heb gemist, maar dat heb ik nu alweer vergeten. Ja, iets wat ik ook wel interessant vond aan de film is, er wordt dan een grote concurrent neergezet voor Will Ferrell. Die Alexander Lemtov, de Rus. Sowieso leuk dat ze daarmee toch even echt een sneer doen naar Rusland. Ja, die gay. Die rol, dat even op een leuke manier wordt gedaan. Dat is de enige echte steken satire die misschien in de film zit. Die daarover heb. Daar zag ik nu de tweede keer nu ik weer keek. Toen zag ik wel van... Oh ja, de eerste keer was ik niet zo bezig met... hij is gay of hij is niet gay. Ah, oké. Ik voel me niet eens. Omdat ik zag wel meteen de eerste keer van... hij zat op het podium met allemaal andere kerels. Ja, En ook zijn liedje, Lion. Maar ik was er nog niet mee bezig. Dus ik was niet zo van... is hij gay, is hij niet gay? Ja. De manier waarop hij praatte... alles duidde het wel. Ja. Maar het viel mij... niet op, zelfs dat hij communiceert met die andere man. En zo. Met, hoe heet ze, Mita, die Griekse. Die zin speelt er ook echt een paar keer op. Van, zichzelf niet mag zijn in Rusland. Ja, ze had ook... wat hij zei op een gegeven moment... want hij zat zo te kijken naar hun. Ja. En toen zei ze... laat ze gewoon. Toen zei hij, ja, ik kan haar alles geven wat ze wil. En ze passen samen... ik kan haar alles geven wat ze wil. En toen zei hij in Grieks tegen hem van... niet alles. Ja, precies. En, maar dat was... nu viel het mij op. Nu weet ik het. Maar okay. De eerste keer was ik daar niet... dus ik ben zo open-minded dat ik gewoon niet... hij wordt een beetje neergezet van... hij wordt dan de grote tegenstander of zo. De grote concurrent. Maar dat valt reuze mee. Ja, misschien een beetje op liefdesvlak, et cetera. Maar hij is vooral daar om... Sigrid te laten beseffen wat zij nodig heeft. Is belangrijker voor haar arg dan voor die van... Maar ze hebben de competitieve... zat niet echt in die film. Er was niet echt een strijd toch tussen bandjes en zo. Dat was niet... Nee, valt reuze mee. Nee, ze kunnen elkaar wel juist heel erg goed waarderen. Ja. Nee, maar niemand streeft voor de winst zoals Will Ferrell het eigenlijk lange tijd doet. Ja. Hij dat in het begin super belangrijk vindt. Kan alleen maar winnen. Ja. Je hebt wel veel vragen voorbereid. Nou, het zijn niet allemaal vragen. Ik ben gewoon aantekeningen aan het maken tijdens de film. Maar het zijn ook heel veel observaties, et cetera. Maar ik denk ook van, ja, het is allemaal leuk dat ik het allemaal heb opgeschreven. En er zijn genoeg details waar we het over kunnen hebben. En af en toe pik ik er wel weer wat uit. Maar als ik echt ga kijken van, nou, dit zijn de dingen waar ik echt super kritiek op heb. Dan... ook weinig. Niet veel dan. Het is een wat structureel ding waar ik denk van dat het beter kunnen zijn. Maar de film is daar voor mij een zesje. Terwijl ik denk dat de potentie om... een zesje? Ja. Om meer te zijn. Ik moet wel zeggen, de tweede keer dat ik hem keek, vond ik hem grappiger.
Ja, nee, ik zat dus nu ook veel harder te lachen dan. Vooral de eerste keer vond ik het een zesje. De tweede keer misschien richting een zeven. Maar jij bent heel streng, man. Ja, ik ben streng. Ja, echt? Ja, maar ja, goed, dat moet ik ook zijn. Nee, ik ben makkelijker dan dat. Ja, nou ja, dus zoals je al zegt, jij laat het over je heen wassen. En bij zoiets als dit. Bij mij is 10 over 5. Oké. Okay. En bij een film als dit, jij wilt hierom lachen. Ik wil alleen maar lachen. Ik verwacht, juist als het te structureel, dus te veel te structuur is en dat soort dingen, dan wordt het waarschijnlijk niet meer de film. Ik denk dus net andersom als jij. Als er veel meer structuur in zit, dan denk ik dat. Als de structuur gaat opvallen. Ja, dan is het te strak. Ik wil ik ga er ook naar op zoek. En vooral bij een tweede kijkbeurt. Ja. Dus de eerste keer dat ik hem keek, heb ik er helemaal niet op gelet. Maar ik merkte wel zo van, het is niet per se dat ik er super hard om moet lachen. Ik vond het vooral vaak heel erg geestig. Ja, dat is wel wat anders. Ja. Ja. Geestig is meer zo van, oké, leuk. En heel veel dingen die in de film zitten, daar zit ook wel heel erg in. Maar er zijn ook niet per se dingen die ik eruit zou halen. Of zou denken van, dit moet sterker. Zoals die interactietjes tussen Will Ferrell en Rachel McAdams. Dus Lars von Sigrid. Wat is het? I'm seeing you. Of iets. Oh ja, yeah, I see you too. Ja, precies. That's I feel you. Of zo, yeah. Yeah. I'm checking you out. Ja, maar dat soort dingen, dat vind ik wel heel leuk. En daardoor zit er wel die broer-zus-chemie waar dat in speelt. Oh ja, die vind ik ook mooi. Dat broer-zus, had geen broer-zus. Hij zei, she's probably not my sister. Ja, ja. Nou, definitely not your sister. Ik denk dat dat nog beter had kunnen worden uitgemolken. Maar het zit er wel, het werkt wel goed. Ja. En zeker ook als mensen tegen wie het eigenlijk al hebben gezegd er alsnog over beginnen. Zoals die Mita. Ja, constant. Hij zei, she's probably not my sister. No, definitely not your sister. ik vind dat wel mooi. Ja, het is, weet je wat, het is gewoon, ik weet hoe moeilijk het is om wel een grapje te schrijven. Ja. Of te verzinnen. Laat staan een heel film. Ja. En daarin met grappen. Dus ja, ik ben daar minder streng in. Film moet mij boeien of het boeit mij niet. En als het mij niet boeit, ja dan... Dan is het wat het is, maar dan nog, dan weet je dat, het is nog steeds knap. Als we een heel film hebben geschreven en gemaakt en alles, het is niet niks. Nee, daar kijk ik sowieso van uit hoor. En nee, dat, dus, is ook niet, dat is ook niet iets waar ik kritiek op wil leveren, want ik snap waarom het elke keuze is gemaakt zoals het is gedaan. Ik denk dat er gewoon misschien af en toe betere keuzes hadden kunnen zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik niet zeer veel waardering heb voor hoe die film is gemaakt. Improvement Dazio! Nou, duid ik net al een beetje zo van op wat ik minder sterk vind aan de film. Ja. En ik denk dat er wel wat zaken zijn waardoor het gewoon nog wat sterker is en waardoor de goede grappen ook nog grappiger worden, denk ik. En een van de belangrijkste dingen is, ik zou bijvoorbeeld alvast graag willen zien dat Lars iets meer duidelijk eigenlijk een beetje de slechterik is van de film, met zichzelf tegen Will en Dang natuurlijk. Hij wil er niet zijn. Natuurlijk willen we dat hij slaagt vanaf het begin af aan. Maar ja. dat er dingen meer liggen aan zijn karakterfouten, wat er allemaal misgaat. Ja, zo. Ja, maar ja, hij kon dat niet. Dat is juist wat ik mooi vind. Het is een heel moeilijk spel. Hij was een heel naïeve jongen. Ja, ja. Ja, en dat doet Will Ferrell goed. Ja, dus waardoor dus... Maar dat is wel een ding. Hij kan wel wat. Dat songfestival nummer die hij heeft geschreven, Double Trouble, is best een goed nummer. Ja, maar en ook wanneer is dat voor het eerst echt die... Maar het zijn gewoon echte amateurs. Het is dus dat een jochie in de band. En ja, dat is waar. Dat is juist dat is het knullig. Dat is wat het juist zo mooi maakt. Maar dan krijgen ze volgens de middelen om er wat meer van te maken. Maar dan nog steeds gaan ze toch weer terug naar een oudere versie. Die ze dus ook op dat IJslandse songfestival wilde spelen. En dan zegt Graham Norton van, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ja. Zeker nog, dit wordt best wel goed. Ja. En dat is eigenlijk wel de creatie van Lars. Dus hij heeft echt wel iets in zijn mars in die film. Ja, maar dat vertelt niemand hem. Dat denk ik. Dat zie ik net. Ja, niemand heeft er zin in. Nee. Maar uiteindelijk is dan ook vooral IJsland dat moet groeien. In Bedoel, niemand gelooft. IJsland gelooft er niet in ze. Nee. In hun songfestival stonden ze de laatste op de peilingen. Ja. Dus als je... Ja, ik weet niet hoe je dat... Maar het zou interessant zijn als er meer komt door de onzekerheden van Lars. Daar kom ik daar ook wel op aan. En daarbij is denk ik dat het ook interessant zou zijn als dat hoofd van de IJslandse bank er wat prominenter in zat. Ook tof acteur, Mikael Persbrandt, die dat speelt. Die uiteindelijk door de elfen onzeker wordt geholpen.
Maar hij heeft niet zo heel veel super grappige dingen te doen. Maar de dingen die hij daarin wel krijgt, die werken best goed. Zoals van dat hij per ongeluk zegt van... Als het fout is gegaan, is van nou mooi. En dan is van nee, maar dat is toch verschrikkelijk. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En dat soort dingen, dat kan niet echt wel. Wat hier echt heel symptomatisch is voor mij, voor al deze dingen bij elkaar, is bijvoorbeeld... ze hebben een slechte reputatie omdat er steeds wat misgaat als ze op het podium staan. Ja. Maar ze zijn steeds van die dingen die niks te maken hebben met wat er speelt in het verhaal. Dus bijvoorbeeld dat een riempje losgaat. Dat heeft ermee te maken dat het gewoon dat gaat kapot. Dus je kunt erbij gaan denken van ja, maar dat is de schuld van Lars omdat zo'n belachelijk ding daar neerhangt, et cetera. Maar dan moet je te veel gaan nadenken daarbij. Terwijl dat het, als het iets is wat gewoon echt letterlijk door Lars en onzekerheid komt of zo. Iets wat je meteen erin kunt zien. Dan denk je dat het krachtiger is en grappiger ook. En ook met dat rad waar die in staat. Dat stukje van die, dat is eigenlijk ook gewoon een dom ongeluk waarom dat fout gaat. Omdat het stukje van de jeugd erin vastkomt. Ja, en dat zijn van die momenten die hadden gewoon beter kunnen zijn. Als echt er iets komt wat met... Had je gewild dat het wel slaagt? Nee. Maar dat het fout gaat doordat Lars de verkeerde dingen doet op de verkeerde momenten. En ik zou eigenlijk zeggen... je kunt heel veel de elementen best wel hetzelfde laten. Wat ik zou zeggen is, mijn ideale versie, zoals ik het nu zou overnemen, zeggen van haha, dat zou moeten zijn, is vader van Lars gaat aan het begin dood. Ja. Maar we weten dat hij spook kan zien, want hij kan Demi Lovato zien en die kan erin blijven als onbehulpzaam spook. Maar als hij die nou blijft zien, want alleen als hij de eerste keer die wedstrijd heeft in IJsland, dan ziet hij ook zijn vader daar verschijnen. Ja. Als een soort van gewetensdingetje van die hem al zegt van jij gaat falen en dat soort dingen. Nou, dat zou dus ook echt als geest kunnen zijn gedurende de hele film. Ja. En als hij die nou ook ziet terwijl hij op het podium zit. Of bijvoorbeeld ook dat hij zijn publiek vol met zijn vader ziet zitten of zo. Die hem allemaal uitlachen, dat soort dingen. Dat zou het allemaal nog krachtiger maken. Dat hij daardoor zenuwachtig wordt en fouten gaat maken. Ja, nee, en daarmee de boel omzeep. Ja, maar had zijn vader al gezien in de spiegel voor start van de eerste repetitie? Ja, dan wordt hij zenuwachtig van, maar dat is niet waardoor het fout gaat. Nee, dus wel waardoor hij later in de zaal komt. Maar dat is niet wat het optreden omzeep helpt. Dat is een dom ongeluk. Ja, goed. Op zich, met een riempje dat breekt. Het begin al, hij komt al binnen, stoppen, nog schoenen aantrekken. Dus het was al heel lang al fout. Wet van Murphy, dat daarna alles misgaat. Maar hetgene wat echt uiteindelijk het grote ding is, is een heel klein onbenullig dingetje erbij. Management. Ja. Dat op zich, nee, en dan kun je nog steeds hebben dat hij die geest ziet van in Edinburgh en daar die verzoeningsscène heeft. Ik zou ook zeggen, die bankdirecteur is rijk genoeg om ook naar Edinburgh af te reizen. Om daar proberen hun te stoppen met een pistool. En daar had je ook hun scène. Dan komen de elfen ook maar. Of in ieder geval, die schakelen hun leprechaun vriendjes in Schotland. Ja, dat was ook iets van gezinnen. Jij maakt een eigen film weer alweer. Ja, dat is zo. Maar eigenlijk hou ik heel veel dingen hetzelfde. Alleen ik probeer het gewoon wat krachtiger bij elkaar te doen. Ja, op zich. Zo zit ik echt nooit te denken bij films. dit. Het enige dus, al die remmen, piepenbanden geluid eruit, zo gaat het. Ik had je gevraagd om 3 tips, dus ik ben benieuwd wat je eerste tip. 3, ik dacht, ik hou het gewoon de hele tijd over Anchorman, die stond erop, maar die ga ik dan maar niet... maar goed, dat is wel eigenlijk wel een filmtip. Ja. Maar ik heb gewoon even gekeken naar het lijstje van vorig jaar, films die ik vorig jaar heb gezien en wat tof vond. Tip 1! En dan heb ik Jojo Rabbit. Ja, dat is denk ik een van de beste comedyfilms die ik... echt feel good comedy. Mm-hmm. Ja, het is gewoon gelukt om iemand grappig te maken over de nazi's. Ja. En gewoon nee, maar ook vanuit een Duits perspectief. Ja, en dat je gewoon bijna Hitler aardig vond. Maar denk Hitler als een debiele oom. Het is wel een hele aparte... Dus het is zo knap gedaan. Dat is zo ontegelijk knap. Ik heb hem maar 1 keer gezien, alleen toen in het bioscoop. Ja, ik ook. Twijfel of ik hem nog een keer wil zien. Ik vind het wel interessant, want hij heeft ook van sommige recensenten heeft hij een beetje dezelfde kritiek gekregen als Eurovision. Namelijk Eurovision werd van gezegd, die is niet scherp genoeg op het Eurovision Songfestival. En sommige mensen vonden Jojo Rabbit niet scherp genoeg over nazisme. Ja, maar het ging niet over nazisme. Het was gewoon, zo'n jongetje dat de nazi wilde worden. En het zit...
Het is geen oorlogsfilm, het is gewoon... Ja, de meest belachelijke kritiek die ik heb gehoord is dat mensen vonden dat het de opkomst van het fascisme er te weinig is wat verwerkt. Maar het is een film die plaatsvindt aan het einde van de oorlog. Het gaat over een 10-jarig jongetje. Ja, zijn hele leven lang is Hitler aan de macht geweest. Ja, daarom. Dus die jongen kent niet anders. En hem is alles normaal. Dan, ja, hij wist niet beter dan dit wil je worden, Hitlerjugend. Ja, precies. En hoe dat wordt gereduceerd van je wilt alleen maar bij een club horen. Terwijl die uit de familie komt, dat hij helemaal tegen was. Ja. Dus dat is wel juist die tegenstrijdigheid wat zo mooi. Die moeder, en die moeder die dan iemand herbergt, een Joodse meisje. Ja, precies, maar die hem ook gewoon dat laat doen, terwijl ze er ook gewoon heel veel moeite mee heeft. Gewoon lachen, maar ik denk, die gaat wel over zijn vader of zo. Ja. Ja. Ja, dus dat Jojo Rabbit, dat is echt gewoon een knap stukje. Cinema en comedy. Vond ik echt gewoon echt goed. Ik heb echt heel hard gelachen. Tip 2! Knives Out. Oh, ja. Knives Out ging natuurlijk over die familie. Dat die... Wat was het? Die kreeg alles. Die erfde alles. Van de schrijver van allemaal moordmysteries. Ja. En dat was gewoon heel... Gewoon, de hele Pierce Brosnan of zo? Wie was dat nou die de detective was? Andere James Bond. Daniel Craig. Oh, Daniel Craig, yes. Die andere James Bond. ik weet niet meer... ik kan deze film niet heel goed beschrijven, maar ik weet dat hij gewoon wel spannend was. Op begin tot einde. En dat hij wel... En ook heel vermakelijk. Ja, heel vermakelijk. En gewoon boeiend. Tip 3! En dan de derde is John Wick. Deel 3 dan, als hij vorig jaar is uitgekomen? Ja, deel 3 was vorig jaar. Of bedoel je het ook deel 1? Ik vind ze allemaal. Okay. Ik vind alle John Wicks... Gewoon kijk John Wick. Ik vond ze allemaal... Toen deel 1 uitkwam, dacht ik... precies op dat moment had Denzel Washington... De Equalizer. De Equalizer, eigenlijk hetzelfde film. Eigenlijk gewoon hetzelfde film. Ja, die heb ik niet gezien, maar ik ben ook niet zo fan van die regisseur, dus dat staat me wat tegen. Nee, het is, eigenlijk een John Wick. Volgens mij was de Equalizer eerder. Toen kwam John Wick, of net andersom, een van die twee dingen. Ja, maar je had in ieder geval die andere eerst gezien. Ja, volgens mij. Ik weet dus niet meer welke volgorde. Maar ik dacht wel, het is gewoon hetzelfde. Het is gewoon een man. Het is boos. Maar John Wick, ik vond het echt spannend. Ik vind het echt heel tof. Gewoon, vooral omdat 2 beter is dan 1. 3 weer beter is dan 2. En dan gaan nu 4 komen. Het bouwt in ieder geval sowieso heel erg op, Ook en dat, qua verhaal. Ja, dat zie je niet zo vaak. Dat er gewoon de tweede ook weer zo goed is. En dit was gewoon... Echt gewoon harder en harder en vetter en vetter. Nou, het is daar eentje echt waarvan ik denk van echt de actie is het verhaal. Ja. En dat maakt de film zo super sterk. En constant. Ja. En constant. Ga maar door. Ja, had Eurovision dat maar. Dat comedy het verhaal was en het verhaal de comedy zo sterk was. Andersom, Sorry, ik ben er even sneer in. Zodat mensen toch weten dat ik toch ergens mijn duim op omlaag houd. Nee, maar je hebt een 6, dus dat is voldoende. Dat is voldoende, maar dan is het steeds... Dat is schuin. Oké, ik had het lager verwacht, dus daarom zou het eigenlijk een duim omhoog moeten zijn met een 6. Ja. Ik weet hoe fan jij hiervan bent, dacht ik van, nou, dan ga ik toch even advocaat van de duivel spelen, een beetje. Ja, maar oké. Okay. maar ik heb toch voldoende eruit gehaald. And so we fought and we battled, yes we beat each other up. Dat was hem weer. Dank jou heel erg voor het luisteren. En natuurlijk ook heel veel dank aan Saïd dat ik even langs mocht komen om over deze film te babbelen.
Wat ik zelf nog erg leuk vind om te vermelden is dat een van de belangrijkste zaken in deze film was dat IJsland nog nooit het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. En nou net dit jaar hebben ze een act waarvan ik echt zoiets had van, dit is eigenlijk wel mijn favoriet van het festival. En nu krijgen ze niet eens de kans om het te doen vanwege deze stomme pandemie. Nou ja, jammer. Wat dan weer extra grappig aan is, is dat die act, genaamd Daddy Fryer, ook allerlei covers heeft gedaan inmiddels uit deze film. En die zijn te vinden op YouTube. Ik zal even een link in de beschrijving zetten, voor mocht je dat leuk vinden om te horen. En heb ik nog een paar leuke tips? Ja, natuurlijk, want ik heb nog weer wat toffe dingen gezien de laatste tijd. En één daarvan was nog een tip, een beetje tussen neus en lippen door, van Rob van den Berg. Die zei, je moet echt eens The Thin Man gaan kijken. Een film uit 1934. Over eigenlijk een beetje een detective die zich meer verzet tegen het oplossen van de zaak dan echt ermee aan de gang wil. Hij heeft meer zin om wat te gaan drinken. En ook zijn vrouw is nogal graag van het feesten en het drinken. Maar ze staan toch uiteindelijk tegen wil en dank wel hun mannetje. Erg toffe film, erg humoristisch ook zeker. Ik kroop ook in de bioscoopstoel voor twee toffe films. De eerste is Sweet Thing, grotendeels zwart-wit en met Will Patton in een van de belangrijke rollen. Een film van Alexandre Rockwell, die onder andere met Tarantino nog meewerkte aan Four Rooms. Een van de segmenten was van hem. Dit is een heel bijzondere film waarin zijn eigen kinderen de hoofdrollen spelen. En het is een vrij rauw verhaal, maar ook een heel erg levenslustig verhaal over jeugd. En zeker hoe jeugd te dealen heeft met de verschijnselen van het alcoholisme van de volwassenen om hun heen. Hoe dat hun raakt. En ook zag ik On the Rocks. Film van Sofia Coppola, Bill Murray in een van de belangrijke rollen. Hij verlamt elk moment dat hij in beeld is. Aanrader, tenzij je Wouter Meuleman heet. Luister maar naar aflevering 10 als je wilt weten wat ik daarmee bedoel. Oké, dan nog even dit. Dit was een cinema production, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud, de 20e eeuwse Vos. En alle jingles zijn zoals altijd uit de handen van het genie, Roy Grutters. Je vindt ons op de socials, Twitter, Facebook, Instagram. En natuurlijk kun je ook haatmail naar ons sturen. En dat mag allemaal naar duimpjeworstelen@gmail.com. Over 2 weken zijn we weer terug. En dan hebben we een speciale aflevering rondom het aankomende In Science Film Festival voor de wetenschappelijke film. Graag tot dan en voor nu een hele dikke doei. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause, please, for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch, cinematographically themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. Ik denk dan, het is zo makkelijk, dit is ook weer van dik hout, zeg maar, planken. Dan, yeah. En het interessante is, de wetenschapper, de Morgan Freeman stem die dus een soort van lijkt te vertellen hoe ons brein en hoe de mens zich ontwikkeld heeft, is ook zo een soort van 7 snappen snel thuis. Wat is daar de uitdrukking van? Ik denk, jongens, het kan toch echt veel beter en interessanter dan dit? This podcast employees is strict. Only like and subscribe if you really want to pause it. Okay, bye.